Gisteren is het tweede seizoen van Witse echt officieel met de nodige toeters en bellen en feestgeruis van start gegaan. Dat gebeurde uiteraard in Halle zelf met een concert, de voorstelling van een dubbelaflevering van Witse en een sterlegging voor hoofdrolspeler Hubert Dame. En die slaat niets af, behalve vliegen. De sterke kant aan deze dubbele aflevering is, alleen men heeft het natuurlijk, is het normaal dat men het over Witsen heeft, maar door deze lijn van Witsen te trekken, krijg je ook ineens heel de ploeg terug te zien. Je krijgt de Van Deun te zien, je krijgt Tams te zien. Chef, daar. Je krijgt de nieuwe commissaris te zien. U bent voorlopig geschorst. Dus ik vervang eigenlijk Tine van den Branden die in het eerste seizoen en nog een stukje in het tweede seizoen de hoofdcommissaris is. Uitstraling, Van Deun. Dat is wat je moet hebben als je een goede beurt wilt maken bij de pers. Hè? Ik heb ondertussen al wel een aantal rollen op televisie gedaan die je zou kunnen omschrijven als harde mensen, harde personages of zo. Perceptie is realiteit, Van Deun. Dat gaat er bij u precies niet goed in, hè? Ergens zal het misschien wel een beetje bij mij passen of zo, tenminste als acteur, want ik wil nog altijd wel geloven dat ik privé niet zo hard ben of zo. Dus ik ben eigenlijk een heel lief mens. Hey, bon. Ik zal blijven totdat je gaat slapen. Hè? Dan ga ik niet slapen. De serie is geschreven voor en rond de acteurs. En het zijn de acteurs die het ook echt wel maken. We hebben een prachtige cast, vind ik zelf. Een prachtige vaste cast. Ik ben zeer vereerd om in naam van Kinepolis de hele cast en crew van Witse de digitale ster aan te bieden. Ik heb zo'n ster gekregen, ja. Ja. Al wat ik krijg, neem ik aan. Ik heb al veel gastacteurs later nog teruggezien die zeggen dat de sfeer op de set bij Witse ongelooflijk goed is. Ik kan alleen maar zeggen tegen de ploeg, mannen, laten we het zo houden. Want dat straalt af op het product. Dat is zo. Wij kunnen zeer goed met elkaar opschieten en er wordt wel wat afgelachen. Het is een ernstige crimi, maar wij lachen wat af. Hallo? We zijn gestopt. Wat heb je meegemaakt? Vertel eens iets. Allee. Nee, het enige is alleen dat ik speel dan de vriendin van Witse. En in die zin is dat voor mij een beetje raar, omdat Witse, dus Hubert Dame, is eigenlijk mijn leraar geweest op Studio Matteiling. En dan moet ik die man opeens kussen. En dat is toch even zo van... Witse was inderdaad vanaf de eerste reeks een groot succes. En ja, waaraan ligt dat dan? Ik denk dat bij Witse toch wel heel erg het personage van Witse daarin meespeelt. Ja, het is een figuur waar mensen zich makkelijk kunnen mee identificeren. Ja! Hij is zo, zo Vlaams, zo echt, dat de mensen zich erin terugvinden. En als we er ons in terugvinden, dan kijken we meer. Hè. Zolang Hubert Dame wilt en zolang de reeks succes heeft, moeten we doorgaan. Hè? Ik breng u naar huis. Nee, niet naar huis. Smeek eens weet waar ik woon. Schatje, je kent Witse toch, hè?